Goedemorgen, donderdagmorgen 11 uur. Welkom op de Facebookpagina Gent Sport. Tijd om terug een beetje te bewegen. En op donderdag is het aan mij. Ik geef alvast mee dat je een handdoek nodig hebt. Sporthanddoek. Zo eentje kent dat wel, hè? Van 40 op 90. Leuk zou zijn, moest je ook nog een rode hebben, dat je die neemt en dat je dan straks een selfie post met je handdoek. Weliswaar na de workout. Goed, mensen die een stoel nodig hebben, kan ook van op een stoel. Sommige oefeningen toch. Ik ga de oefeningen nu zonder stoel doen. En als je hier op de achtergrond zo'n beetje achtergrondgeluid hoort, ja, mijn buurman die is zijn gras aan het afrijden. Ik heb daar straks ook al een slijpmachine gehoord. Ja, dat is de live sessie. Hè. Maar goed, ik zie daar al een aantal mensen klaarstaan. Ik zie dat Empie kijkt. En dan zullen dan ook Arthur en Amélie bij zijn. En haha, leuk, Martin van de Aquahim. Nice. En Moetietje, Frida is er ook al bij. Oké, we gaan starten. Hè. Dus, een handdoek. Ik neem hem alvast hier goed vast. De bedoeling is dat je die handdoek altijd strak houdt. Oké, neem hem hier vast, boven u. En we liften de knie en brengen uw handdoek naar beneden. Up, up, dit, hap. Amane, up, naar beneden. Up. En hou hem goed strak. Dus je weet het, die oefening kan je ook vanuit zit doen. Hè? Je moet niet staan, maar nee. Up, amane. Vier, dan drie, twee, eentje, ha, even de armen neer, schouders neer. Ja, en het kan wel zijn dat je vandaag gaat een beetje voelen, schoudergordel, armen, maar dat is niet erg, dat is de bedoeling van zo'n beweegsessie. Hetzelfde principe, maar handdoek vertrekt boven, de knie gaat open en dit, hap, hap, amai. Zodat uw handdoek gestrekt blijft. Hè? Kom maar. Tikken. Tikken. Op. Op. Maar breng die handdoek naar de knie. Nog vier. Nog drie. Nog twee. Eentje. Stop even terug. Even los. We gaan de combinatie doen. 8 keren knie recht naar voren. 8 keren schuin naar boven. Kom maar. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en knie naar buiten. Kom maar. 2, op, op, op. 4, 3, 2. Laatste reeksje naar voren. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. En laatste naar buiten. 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1 en rond. Ik hoop dat ondertussen iedereen zijn handdoek gaan halen is. Snel een keer over en weer lopen en dat lukt er wel. Oké, volgende oefening. Benen parallel. Voet recht naar voren, klein beetje de balans. Handdoek vertrekt hier beneden. Goed strak, mooi. Op en hier. Ik toon en zij aan zich. Op en hier. Op, neer. Op, neer. Span ook je buikspieren op, dus niet dit gaat niet. Geen holle rug. Dit hè. Op, en neer. Op, neer. Vier, drie, twee. Goed kijken, ik ga er iets bij doen. We doen. Op, buigen. Op, terug neer. Breng je armen op, rechterhoek. Op, neer. Ja. Op, achter u. Hops. En neer. Op. Da. Op. Neer. Vier. Normaal hè. Goed die armen gestrekt houden. Drie. Het zijn er nog twee hè. Twee. En de laatste. Op. En hoe ging dat? Gevoeld? Beetje aan de schouders. Maar het komt allemaal goed hè. Dus even kijken. Oh la la. Het zijn er al een aantal aan het kijken. Dezelfde beweging, maar
voeten naar buiten, dus iets breder. Oké, goed kijken wat we gaan doen. Je gaat buigen, strekken, buigen en hier. Kom aan. Hop, terug. Voeten goed naar buiten. Rom, blijft recht. Navel in. Terug. Hop. En hier. Kom aan. Hop. En. Kom aan. Hop. Down. Hop. Nog twee. Nog eentje. En hier. En ontspant even de schouders. Daarvan nog. Ja. Goed. Voeten terug parallel. Dus recht naar voren, maar ietsje wijder. Handdoek strak naar beneden. Schouders ontspannen. Navel in. Je gaat je lichaamsgewicht verplaatsen van rechts naar links. Ja. Voet goed recht naar voren. Goed kijken. Die handdoek dit. Hop. En even uit beeld precies. Hop. Duwen. Duwen. En je weet wat ik gezegd heb, die handdoek blijft strak. Hè? Dus handdoek wegduwen naar de kant van je gebogen been. Duw. Op. 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 En maar. Vier. Goed, hè? Drie. Kom maar, hè. Nog twee. Eén. En even los. Hè? Wat een opwarmertje, hè? Hetzelfde beweging, maar je gaat drie tijden aanhouden. De vierde komt in het midden. Goed kijken. Drie, twee, één, midden. Drie, twee, één, en kom in het midden. Drie, twee, één, kom in het midden. Op. Twee, drie, midden. Op. Dus houd die handdoek strak. Twee, drie, strek uw armen. De laatste, twee, midden, op, twee, drie, en terug even die armen ontspannen. Oké. Benen staan terug iets wijder en die voeten terug naar buiten. Goed. Handdoek vertrekt terug boven ons hoofd. Let op, geen volle rug trekken. Recht staan, buikspieren aanspannen. Goed kijken, wat ga je doen? Benen zijn lichtjes gebogen. Je brengt je elleboog richting van je zij. En terug. Trekken. En terug. Zitten. Hop. En terug. Hop. Terug. Breng. Terug. Hop. Oké? Mag iets meer zijn, hè? We gaan verder. Dus dit is de basisbeweging. Strakjes ga je mee. Zo ver of dat je kan in de beweging. Goed kijken. Pak die rond mee. Hop. Pak die rond mee. Hop. Hop. Zij. Hop. Doe een zijaanzicht. Dit. Hop. Kom maar. Zuiver zijwaarts. Dus niet naar voren gaan leunen. Zuiver zij. Lukt het nog? Ja. Maar nee. Hop. Vier. Drie. Twee. Eén. Oké. Als dit goed ging, dan gaat het maar mee in de volgende versie. Wordt altijd iets moeilijker. Hè? Je kan ook altijd blijven bij de basisversie, bij dit. Hè? Okay? De volgende. Hetzelfde principe, maar benen blijven gebogen. Goed kijken, nu ga je onmiddellijk van rechts naar links. Trek die elleboog naar je zij. Houd die handdoek strak. Kom aan, hè. Zij. Op. 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 Voeten staan goed naar buiten. Benen zijn gebogen. Kom maar. En ademen. Hè. Op. Trekken. Trekken. Nog vier. Nog drie. Nog twee. En kom terug in het midden. Armen even los. Je ziet, het wordt alsmaar pittiger. Maar één en dezelfde beweging. Wat denkt u? Mag het nog iets verder? Ondertussen een keer kijken wie dat er hier... Oh la la, het zijn er al vier. Oh, ex-collegaatje Christine Brakke. Dag. Goed, wat gaan we nu doen? Altijd aan dezelfde kant, maar ook onze knie daarbij liften. Dus dit. Hop. Hop. Zij.
terug in het midden. Plaats je voet terug goed plat. En. Maar. Hop. Hop. Kom aan, hè. Breng die elleboog naar die knie. Gaat het nog? Wat denkt je? Nu nog 4. 4. 3. En dan gaan we onmiddellijk wisselen, hè. Hop. Hop. Andere kant. Kom aan. Hop. Zuiver. Zijwaarts, hè. Dit, hè. Hop. En je weet het, hè? Houd die armen strak, handdoek gespannen, knie naar buiten. Kom maar. Hop. Hop. 4, 3, 2, 1. En los. Dat is een goedje, hè? Kom maar, ook. Oké, handdoek terug hier in uw nek. Aan de uiteinden vastnemen. Voeten mogen terug parallel. Oké, neem hem vast. Ellebogen. Probeer die op schouderhoogte te houden. En je brengt hier samen en terug. Duw. Op. Let op, hè. Navel. Oké, dit. Op. Kom maar. Hop. Breng samen. 4, 3, 2, 1. Goed kijken. We hebben samen open. Op en terug. Samen. Openen. Op en terug. Samen. Openen. Op. Terug. Duw die ellebogen samen. Hop. En hier. Samen. Open. Duwen. Neer. Hop. Neer. Kom maar. Nog 4. Duw op. Nog 3. Duw op. Nog 2. Duw op. Eentje. Los. Goed. We gaan nog 1 keer de reeks herhalen. Die zijwaartse. Dat dan een goeie is voor de zijkantjes. We doen de volledige reeks. Dus met al de opties. We beginnen hier. De makkelijkste optie. Dus trekken en terug. Je kent de bewegingen al. Oké. Trek die elleboog naar uw zij. Kom maar. Op. Op. Oké, nog 4, dus voeten staan naar buiten, benen een klein beetje gebogen. Laatste. Oké, we gaan door in de beweging, maar pak uw romp mee. Dit. Benen zijn gebogen, voeten naar buiten. Houd die handdoek strak. Op. Maar. 4. 3. 2. En nu, om en om, zonder te stoppen, ga door. Kom aan, dat is een pittig, hè. Goed zijwaarts. Houd die handdoek strak. Kom maar, trek die elleboog naar beneden. 4. 3. 2. 1. En nu ene kant. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Wissel. Kom maar. 8. 7. 6. 5. Op 4. 3, 2, 1. Schouders los. Handdoek in uw nek. Als het nodig is, droog die zweet even af. Voeten parallel. En even stretchen. Dus hou uw arm naar voren. Pak hand vast. En trek goed aan. Dit. Ik hoop dat het deugd gedaan heeft. Ja. Maar ik even wisselen. Andere kant. Dus je weet het. Als je zin hebt, niet als je zin hebt, gewoon doen. Plaats een selfie met uw handdoek. En als je een rode hebt, nog zo weten beter op de Facebookpagina van uw workout. Goed, adem nog een keer diep in. Adem uit. Alles los. Nog eentje, adem diep in. En alles los. Oké, goed gewerkt. Ik hoop dat terug deugd gedaan heeft. Je weet het, blijf ons volgen. Ook op de Facebookpagina Blijf Bewegen Gent. Op de website waar er tal van paasactiviteiten nu opstaan om met de kindjes te doen. En ja, Maaike en ik, wij blijven jullie meenemen in de beweegsessies. Elke dag, dus morgen, is Maaike er terug. En mij zie je dan volgende week terug. Ook op AVS blijven kijken
12 uur, 15 uur, 17 uur 50. Dus geen reden om niet te bewegen, 1 keer, 2 keer per dag. Bye!